Sustainable Development Goals. Wat zijn dat eigenlijk? De Sustainable Development Goals, oftewel de SDG, zijn 17 doelen die zijn uitgeroepen door de VN, de Verenigde Naties, om de wereld duurzaam te maken en te houden. Die doelen moeten in 2030 gerealiseerd zijn. Overal in de wereld zijn mensen, organisaties en overheden bezig om deze doelen te realiseren. Op 4 september 2020 hield Hans van Mechelen, bekend van zijn gele schoolbus, een leuke mensenlunch om de SDG onder de aandacht te brengen. Even kijken of de cameraman klaar is. Aan jou de floor. Oké, nou ja. Hallo allemaal, leuk. Mijn naam is Olet Bolle. Ik kreeg deze uitnodiging van Hans om hier te vertellen over mijn toolkit. Misschien is het handig om... dit is de toolkit, die ga ik zo meteen laten zien. Misschien is het handig om even wat te vertellen over mezelf. Ik ben vorig jaar gestart met als zelfstandig ondernemer onder de naam Connect for Value. Connect for Value richt zich op het begeleiden van partnerschappen en samenwerkingen voor de nieuwe economie. En dus SDG 12 is zeg maar mijn werk. En SDG 12... ondersteunt samen met SDG 16 alle doelen van alle SDG's, alle duurzame ontwikkelingsdoelen. Ik ben dat gestart nadat ik lang heb gewerkt in de oude economie. Sterker nog, ik heb 20 jaar bijna in de financiële sector gewerkt. Productontwikkeling gedaan, dienstontwikkeling, dus echt zeg maar de oude hardcore economie. Totdat ik dat op een gegeven moment niet meer leuk vond en ik niet zeg maar gedreven werd door meer bij te dragen aan de 10% winstgroei van de bank waar ik toen werkte. Dus ik ben toen op zoek gegaan en toen ben ik bij de overheid terecht gekomen. Ik heb bij de Nationale Hypotheekgarantie gewerkt, ook binnen de financiële sector, maar aan de andere kant van de tafel. En daar heb ik ervaren hoe belangrijk het is om samenwerkingen en partnerships vanuit organisaties met andere organisaties aan te gaan. Vooral voor innovatie, vernieuwing en verandering. Dat is de basis geweest van wat ik nu ben gaan doen. Dus dat is de basis geweest van om Connect for Value op te richten. En ik heb er ook voor gekozen om alleen partnerships te helpen die willen bijdragen aan een verduurzaming van de maatschappij. Deels is het een consultancy, lever ik consultancydiensten, maar geef ook workshops en trainingen. En een van de dingen die nog op mijn lijstje stond om te doen, en de coronatijd gaf daar mooi aanleiding toe, want workshops geven, dat ging niet meer, is het maken van een toolkit. Want ja, wat is SDG 17 Partnership voor? Wat is dat nou eigenlijk? En samenwerken, ja, nou ja, dat doen we toch al en dat doen we altijd. En hoe moeilijk kan dat zijn? Wat kun je daar nou nog van leren? Nou, ik heb zelf ervaren dat daar heel veel meer achter zit dan wat je op het eerste moment misschien denkt. Ik heb ook een aantal jaar geleden daarom bijvoorbeeld een opleiding alliantiemanagement gedaan. Dat is vanuit een corporate hoek kijken naar strategische samenwerkingen tussen grote organisaties. Wat komt er allemaal bij kijken? Zit je vaak op, wat je straks ook zei, contracten, dat soort dingen. Maar wat is nou echt de basis van een partnership? Wanneer ga je nou echt duurzaam een relatie aan? Wat heb je daar nou voor nodig? Nou, het toverwoord is wat Henry toen straks ook zei, en dat kan je op verschillende manieren ook zeggen, is liefde. Dat klinkt niet echt zakelijk, dus dat zeggen we dan ook niet. Maar het toverwoord kun je daardoor ook vertrouwen noemen. Want wat je ziet in organisaties die samenwerkingen hebben, hetzij tussen met leveranciers, hetzij met andere organisaties, is dat het vaak vanuit een control-achtige manier wordt gedaan. Vanuit een sturende rol, vanuit een directieve manier. En uiteindelijk betekent dat ook dat samenwerken, de kunst van het goed samenwerken, de kunst van duurzame partnerships om die doelen uiteindelijk op lange termijn ook te halen, is dat je vanuit vertrouwen gaat werken. En dat is heel lastig op het moment dat je dat niet gewend bent. Zeker in het zakelijk veld. Om een beetje zeg maar organisaties op weg te helpen, heb ik in de coronatijd, toen ik geen workshops en zo kon geven, ben ik denk, nou, wat kan ik nou alvast
op papier zetten. Wat kan ik geven? Zodat mensen er wel verder mee aan de gang kunnen. Dus ik heb die toolkit gemaakt. En ik heb hier wat printjes, maar jullie kunnen op mijn website staat die gewoon helemaal. Daar kan je alles downloaden. En ik heb een verrassing, want het zijn twee toolkits. Ik heb een SDG 17 toolkit gemaakt en ik ben bezig met een community toolbox. Daar ga ik zo meteen wat over vertellen. Ik zal eerst de SDG toolkit vertellen. De SDG toolkit is gericht op specifiek samenwerkingen tussen organisaties. Dat kunnen bedrijven zijn, dat kunnen maatschappelijke organisaties zijn, NGO's, instellingen, onderwijs, overheid. Dat maakt niet uit, maar het gaat om dat er professionele relaties zijn. De community toolbox die richt zich meer op samenwerken vanuit het perspectief van de individu. Dus jij als burger, jij als consument, jij als particulier, jij als persoon in de maatschappij die iets voor de maatschappij in een community wil gaan betekenen. Burgerschap. Burgerleiderschap, om precies te zijn. Ik dacht, ik neem de SDG's mee en ik wist niet dat je die mooie vlag had. maar dat is niet nodig. En de kunst is dus, als ik kijk vanuit organisatiekant, is dus de kunst om te ontdekken waar jij als organisatie aan bij wil dragen. En het moet vaak vanuit, er wordt al gevallen, missie en visie van de organisatie naar voren komen. Eigenlijk vanuit de passie en drijfveer waarom de organisatie eigenlijk ooit is gestart. En dat de maatschappelijke vertaling geven. Om het voorbeeld te noemen. Die 20 jaar in de financiële sector heb ik veel producten gemaakt. Maar ik heb er nooit over nagedacht wat dat maatschappelijk eigenlijk betekende. Wat dat betreft kun je zeggen dat ik eigenlijk zeg maar ook soms een soort bekeerling ben, zeg maar, van het oude denken naar het nieuwe. En ik denk dat heel veel oud-collega's van mij die stap nog niet gemaakt hebben. Dus ik hoop ook dat ik hun daarmee kan helpen. Om in ieder geval te leren om anders te denken en aan hun de keuze te laten wat ze dan zelf het liefste willen. Want vanuit een overheidsperspectief wordt al heel vaak op een manier gekeken waar we eigenlijk zeg maar met de SDG's naartoe willen. Ik heb projecten gedaan, nieuwe producten ontwikkeld vanuit overheid met de financiële sector samen en met het ministerie, met organisaties als het Nibud en de DNB en het CBS. Die waren er nooit gekomen op het moment dat ik dat vanuit mijn oude rol binnen de financiële sector had moeten doen. Want daar is geen business case voor. Die manier van denken houdt het tegen om innovaties en vernieuwing te brengen die uiteindelijk gaan leiden tot een invulling en een realisatie van die SDG's. Een van de projecten, misschien kan je het vinden, heet de perspectiefverklaring. Dat is een middel om mensen die op de arbeidsmarkt nu niet aan een vaste baan komen, want zo werkt het nou maar niet meer. Maar vanuit uitzendverband, zeg maar, om toch bijvoorbeeld een huis te kunnen kopen. Nou, banken en verzekeraars zijn niet genegen om mensen die geen contracten hebben, om die een huis aan een hypotheek te verstrekken, om een huis te kunnen kopen. Maar we hebben een probleem op de woningmarkt in Nederland. Dus we willen graag wel doorstroming hebben. Dus de overheid zit daar ook heel vaak aan te kijken, maar zij kunnen dat ook niet zelf oplossen. Want ze hebben die bankensector erbij nodig. Dus alleen in gezamenlijkheid, dus met Vereniging Eigen Huis samen, met ministerie, vanuit de rol vanuit het ministerie dan, en de banken en de verzekeraars en de uitzendbranche in zijn geheel, zijn uiteindelijk tot een oplossingje gekomen. En het is een heel simpel formuliertje, uiteindelijk komt dat eruit, maar er zit een hele wereld achter, maar er zit vooral een hele andere mindset achter. En die mindset is hetgeen wat mij gedreven heeft om dit te gaan doen. Dat je denkt, dat is een project van 5 jaar geweest. Ja. Ja. Weet je nog waar dat is ontstaan? Hoe kom je in één keer aan dat je dat... Nou, om dit specifieke voorbeeld is ontstaan doordat iemand binnen Opvion, dat is een geldverstrekker, dat is een hypotheekverstrekker. Iemand binnen Opvion die toch wel meer maatschappelijk blik had. Zo van maar waarom kunnen we die mensen niet helpen? We krijgen steeds meer aanvragen van mensen van zeggen, als we nu de regeltjes volgen, lukt het niet om jou de hypotheek te geven dat je zeg maar naar een woning kan zoeken. Die persoon die had contact met iemand binnen Vereniging Eigen Huis.
En via dat 1-2'tje is het gaan rollen. Vanuit die twee zijn, even kijken, toen hebben ze contact gezocht met de Randstadgroep Nederland. En, want daar zitten dus de mensen die bij Opviel langskwamen, die hadden zeg maar vaak werk via Randstad of een van hun sublabels. En vanuit die drie pool zeggen ze van ja, maar dit is nog niet voldoende, want die hypotheekverstrekking kan alleen plaatsvinden op basis van regels die eigenlijk door de overheid zijn gesteld. Toen kwamen ze bij de hypotheekgarantie uit en toen zijn wij ook aangehaakt. Dus op die manier krijg je een samenwerkingsverband tussen de grote actoren. Want uiteindelijk is de maatschappij een toneelspel waar je vanuit meerdere verschillende perspectieven op acteert. En je moet kijken of je iedereen vanuit die verschillende groepen, dat je daar representatie in hebt. Dan gaat het ook lukken, ben ik van overtuigd, om in 2030 wel die doelen te gaan halen. Maar goed. Wat je hier eigenlijk mee schetst, is het ook wel verschrikkelijk belangrijk dat je het juiste netwerk hebt. Het netwerk is het allerbelangrijkste. Dus wat Henry zegt, niet de kosten gaan voor de baten uit, maar het netwerk gaat voor de baten uit. Ja. Maar als je vooral leren begrijpen van dat anderen ook in hetzelfde probleem aan het rondvaren zijn. Dat klinkt als, oh, die heeft een probleem. Dat kan alleen maar opgelost worden, die partij. Maar die partij heeft een ander probleem, dat kan alleen maar opgelost worden, die partij. En zolang die partijen allemaal aan hun eigen probleem zitten te kijken en dus in hun eigen silootje aan het denken zijn, gaat het niet werken. En dan, je hebt mensen nodig die over die muren heen gaan kijken en springen en gaan zeggen van ja, maar waar jij mee bezig bent, daar hebben zij op een andere manier mee te maken. Maar als jullie nou eens met elkaar gaan praten, nou, dat is de rol die ik probeer te vervullen. Dus mensen uit hun silo halen. Die problemen snappen van oké, heeft eigenlijk die nodig. Ja. Ja, en mensen zien het vaak niet. En ik kan het herkennen, want ik zag het vroeger ook niet. Het kostte mij zeg maar een switch vanuit de commerciële sector naar een publieke sector. Om eigenlijk te snappen wat hetgeen nou eigenlijk was, wat ontbrak. En ik denk echt dat heel veel mensen dat je dat pas ziet op het moment dat je eigenlijk vanuit een ander perspectief aan die tafel gaat kijken. Maar goed, we proberen het hiermee een beetje voor te werken. De SDG Toolkit, wat houdt het nou eigenlijk in? PowerPoint-plugin. Ja, ik heb allemaal lopen printen gisteren thuis. Ja, dat is veel leuker. Ja, dit is te gekke. Ja. Het werkt goed. SDG Toolkit, wat houdt het nou in? Ja, als ik aan jullie vraag, ja, wat is een partnership eigenlijk? Wat is een samenwerking? Wat komt daarbij kijken? Noem eens wat. Ja, vertrouwen, elkaar kunnen verstaan, openheid. Openheid, ja. What's up, wat speelt er? Wat speelt er, ja. Zo ga ik mee naar Randstad en dan zeg ik, ja, ik wil graag jullie wel helpen, maar we moeten vertrouwen hebben. Eerst belangstelling voor de ander. Ja, ja. Nou, ik denk dat het ook heel belangrijk is om belangstelling te hebben in het gezamenlijk doel. En dat je dus op een gegeven moment, wat voor mij althans, wat ik ervaar is, zolang er geen gezamenlijk doel is, zal er nooit een partnership gaan ontstaan. En daarmee, in dat gezamenlijk doel, zijn de rollen niet toebedeeld, maar eigenlijk die gaan organisch groeien, naar mijn gevoel. En die dus zeggen, god, dit kan ik heel goed. En dus met andere woorden, ieder zoekt zijn eigen toegevoegde waarde om een bijdrage te leveren aan het project, ja, aan het gezamenlijk doel. Dat is het meest ideale vorm. En het is zo verdomd lastig, dus ik ben heel benieuwd hoe jij dat gaat oplossen. Nou, het kan je gang. Te zijn aan een gemeenschappelijk doel, of ontstaat dat gemeenschappelijk doel? Nou, het grappige is, dat is ook een vraag. Ja, nee, dat is wel leuk. Nee, maar opkomt. Ja, nou, wat zou je denken? Nou, je kan het van buitenaf opgelegd krijgen. Hey, we moeten gezamenlijk doel gaan formuleren. Jij komt binnen met je mooie verhaal. Of men heeft al een gezamenlijk doel geformuleerd. En dan is de wens veel groter om daar wat mee te doen. Ja. Door het woordje moeten, heb je al een soort dwang die je aflegt, waardoor het geen gezamenlijk doel is. Dus dan moet je nog een stap terug, hè? Door dat gezamenlijke doel ook gezamenlijk te gaan beleven voordat jij of de SDG's of de dingen. Ja. Wat ik mooi vond van Harry, dat hij dus ook heel duidelijk zei van joh, dit komt vanuit binnen. Ja. En hij niet voor niets met die Unobox, dat hij dus laat zien van joh, leuk zo'n businessplan, maar hoe gaat het nou intern? Ja. Dus die vertaalslag, die vind ik heel knap hoe hij dat kan maken. Dus met andere woorden, de gezamenlijke doelen, en daarom vind ik het ook fantastisch dat we hier die SDG's voor ons snuffert hebben, wij dus in plaatjes
toebedeeld is. Dat is gewoon, als ik vraag aan jou, wat vind je ervan? Van armoe. Vind je dat dat moet bestaan? Geef maar een antwoord. Zeg allemaal nee. Zeg allemaal nee. Ik bedoel, met andere woorden, we hebben gezamenlijke doelen. Ja. Alleen hoe we dat gaan invullen en gaan realiseren. Dus daar verstaat ieder, deze mevrouw hier. Nee, ja. Dat is, ja, ieder aan ons. En op een gegeven moment kom je mensen tegen waar die klik mee zit. Hey, ja. Ja. Nou ja, een van de mooie voorbeelden, ik weet niet eens meer precies wie het tegen mij zei, maar die had een klein onderzoekje gedaan. Die was zeg maar op Amsterdam station Rai gaan staan, daar bij de Zuidas. En mensen in de lunchpauze uit de grote ABN AMRO kantoren en andere grote kantoren had hij eens gevraagd van, joh, wat vind jij nou belangrijk? Wat vind jij echt belangrijk? En dat mensen zeggen, ja, nou, geen honger en dat mijn kinderen een goede toekomst hebben en blablabla. En dan als de tweede vraag, maar wat heb je daar nou net vandaag aan gedaan tot aan de lunchpauze? En wat ga je er hierna aan doen? Dus het is een bewustwording van enerzijds wat je zelf wil, maar vanuit wat je zelf wil moet het ook zeg maar beklijven binnen de totale organisatie waar jij bij zit. Dus wat je net aangaf, een doel, dat het gezamenlijke doel, is het meest belangrijke. Dus in die toolkit, en dan doe ik heel even een stapje terug, een partnerschappen en samenwerkingen, die kennen een, zeg maar, die kennen fases waarin ze verkeren. En al van die fases, daar is een, heb ik een basismodelmethode voor ontwikkeld, die je continu als een soort van ja, sticker op de muur kan hangen en van zijn we nog op de goede weg. Het zijn 4 onderdelen, om het zo simpel mogelijk te maken. En bovenaan staat het gezamenlijke doel. Want als je geen gezamenlijk doel hebt, dan verdwijnt op een gegeven moment ook de energie, zeg maar, om eraan te werken. Om het concrete voorbeeld van Opvion en de perspectiefverklaring terug te halen. Het project heeft 5 jaar geduurd. 5 jaar lang hebben de partners die aan tafel zaten binnen moeten lopen leuren om geld om het project door te laten gaan. Want er was een externe projectmanager, er waren wat kosten. Dus continu moeten mensen dan binnen hun eigen organisatie gaan vragen van ja, we hebben toch weer geld nodig, want het duurt wat langer. Ja, de vraag wordt dan gesteld waarom. En de enige reden waarom het uiteindelijk tot stand is gekomen, is doordat de mensen die in de stuurgroep zaten, er continu rotsvast vertrouwen in hadden en erachter bleven staan dat het ook echt ging werken, dat het echt tot stand ging komen. Dus je hebt commitment vanuit senior management, directie nodig. Anders ga je namelijk die funding niet krijgen. Dus het is heel belangrijk om eigenaren, directeuren, mensen die mogen bepalen zeg maar, waar geld naartoe gaat. Zo plat is het gewoon nog even. Dat je die mee gaat krijgen. Het basismodel voor samenwerken. Ik ga hem eventjes hier. Ja, dat is deze bovenste geworden. Ik heb hem niet in deze heel mooi plaatje. Nee. Uiteindelijk is het, ik heb het een Connect 4 model genoemd. Want uiteindelijk zijn het 4 basisblokken. 4 onderdelen om een partnership en samenwerking goed vorm te geven. En onder elk blok zit nog een hele wereld. Het belangrijkste is dat je je gezamenlijke doel voor ogen houdt. En dat hoeft niet een concreet projectplan of productplan of iets al te zijn. Maar het zit vooral in de ambitie, in de drijfveer en ja, of missie, of hoe je het ook wil noemen. Maar het langere termijn doel waar je naartoe wil werken. Uiteindelijk vertaalt zich dat dan gezamenlijk naar concrete dingen die je gaat opleveren. Want ik kreeg wel eens een vraag van een bedrijf van ja, maar moeten we dan niet al een propositie hebben? En dan ga ik daar wel mee op zoek naar partners die me kunnen helpen. Maar wat krijg je dan? Wat krijg je als je met je eigen propositie gaat lopen leuren? Ja, dan denkt een ander, ja, leuk. Leuk plan voor jou. Succes. Op het moment dat anderen mede deel uitmaken van hetgeen wat je gezamenlijk tot stand gaat brengen, dan krijg je die commitment. Dus je moet het naar een hoger niveau tillen, wat abstracter niveau, en van daaruit samen gaan kijken wat voor concrete oplossing je daarvoor wil gaan maken. En vanuit dat doel zijn er 3 onderdelen die belangrijk zijn voor elke samenwerking, of dat nou op corporate niveau. Wat in je privérelatie zeg maar gewoon is, dat is uiteindelijk voor zakelijke partnerships is dat ook zo. Dus de toolkit is opgebouwd rondom organisaties die nog in de verkenningsfase zitten, die nog moeten gaan bedenken van joh, wat wil ik eigenlijk? Dan zit je meer te kijken over organisatiestrategie. Vervolgens is de tweede stap is dat je gaat kijken van welke partijen, met wie zou ik dan een samenwerking kunnen gaan doen? Of bij welk doel passen welke type partners? En moet ik misschien eens daar in een netwerk me gaan begeven.
De derde fase is dat je zeg maar al een samenwerking bent gestart. Je bent bezig, je bent iets aan het opleveren. Ja, dat is ook nooit een recht pad van A naar B. En dat heeft ook heel veel hobbels en kuilen. Dus daar moet je continu zeg maar elkaar ook bevestigen in dat het pad is wat je aan het lopen bent. Dat het pad is waar je allebei nog achter staat. En dan heb je het maar over twee partners. Want er zijn natuurlijk ook heel veel samenwerkingen, zoals het voorbeeld van de perspectiefverklaring. Uiteindelijk zaten we met 15 organisaties aan tafel. En dat is ook gebruikelijk, en dat is weinig. Als je bekijkt vanuit de publieke kant, vanuit de overheidskant, is bijna elke verandering die zij doorvoeren, de Tweede Maasvlakte, de metrotunnel, gebiedsontwikkeling, daar zitten met 20, 40, 50 partners aan tafel. Dus je kunt je voorstellen hoe lastig het is en waarom het zoveel tijd kost om al die belangen op elkaar af te stemmen en die relaties ondertussen ook nog goed te houden. Dus ik hou het even simpel. Twee partijen, dat is vaak al lastig genoeg. Wat kon ik er nog meer aan zeggen? Die toolkit, ja, hij staat op de website. Je kan hem daar downloaden. Ik heb een workshop volgende week. Nou, die gaat niet meer door voor mij. In december heb ik een workshop staan waarmee we ook wat dieper op ingaan. Maar ik heb ook ondertussen ervaren dat samenwerkingen tussen organisaties niet het enige is wat belangrijk is. Uiteindelijk heb je ook voor duurzame transities, kijk bijvoorbeeld naar de energietransitie waar we voor staan. Daar hebben we uiteindelijk niet alleen organisaties, maar ook individuen nodig. Soms worden er energieparken of voor energievoorziening is het nodig dat mensen dingen in straten gaan neerzetten, op daken gaan zetten. Dat er misschien een buurtgemeenschap is die een eigenaar wordt van een onderdeel wat energie levert in de straat. En dan kom je op communities uit. Dat is het tweede onderdeel. Uiteindelijk gaan we al deze doelen alleen maar halen op het moment dat ook je vanuit de particuliere optiek mee gaat doen. Dus naast de SDG toolkit. Even kijken waar ik hem kan vinden. Ja. Ben ik bezig om de community toolbox op te gaan zetten. Ik ben zelf ook actief lokaal bij mij in de wijk waar ik woon. Bij een net gestart wijkplatform. Dat is een samenwerkingsverband tussen buurtbewoners, organisaties, gemeenten. Met het nieuwe organiseren om ervoor te zorgen dat je dit soort doelen zeg maar ook vanuit lokaal, van onderaf, van individu af kunt gaan vormgeven. Maar mensen moeten daar ook nog van bewust worden gemaakt. Dus uiteindelijk gaat het ook om burgerleiderschap, wat je kan gaan tonen om veranderingen meewaar te gaan maken. Dus begint dus bij wat wil ik. Ja. Kijk, al die doelen die ik hier van de SDG's, die hebben toch een soort, laat ik zeggen, een beetje een sociaal karakter, of zie ik dat fout? Nee, het is niet alleen sociaal. Nee. Je hebt hier de doelen, je kan ze groeperen. Ja. En als je nou kijkt naar, de naam is al gevallen, Kees Klomp, betekeniseconomie. Ja. Hè? People, planet, prosperity noemen we het maar, want profit vind ik ook nog steeds zo oud klinken. Uiteindelijk kan je het rondom die drie hoek kan je hem vormen. En al die SDG's die passen zeg maar wel binnen die betekeniseconomie. Ja.